Ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en wie dat wil, kan vanaf nu een coronaprik halen bij een GGD-vaccinatiepost. 4,5 jaar na het begin van de pandemie is dit de 6e prikronde. De boostervaccins zijn bedoeld om mensen een ziekenhuisopname te besparen. Toch maakt de GGD zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad en mogelijke bezuinigingen. Deze vloeistof vloeit weer rijkelijk vandaag. De mensen staan in de rij voor de 6e vaccinatieronde tegen het coronavirus. De pandemie ligt al even achter ons. In hoeverre is die prik nog wel nodig? De boosterprik gaat mensen die nu uitgenodigd worden vanwege een kwetsbare gezondheid weer extra beschermen tegen het krijgen van ernstige symptomen door corona. Dus minder ziekenhuisopnames en uiteindelijk ook minder sterfte. En ik denk dat het daarom belangrijk is. En aan de andere kant laat onderzoek ook zien dat als mensen gevaccineerd zijn, dat ze bijvoorbeeld minder kans hebben om post-covid-syndroom of long-covid te krijgen. Er heersen alleen grote zorgen bij de organisatie. Er hangen namelijk bezuinigingen boven het hoofd. Minister Agema van Volksgezondheid koerst op een structurele bezuiniging oplopend tot 300 miljoen. Maar zou die geldkraan dichtgaan, kunnen we dit dus niet meer doen op al die locaties. Wij zijn in 22 locaties in onze regio zijn we actief, dichtbij. Mensen hoeven niet ver te reizen. Ja, als het er allemaal niet meer is qua geld, zal het qua service beduidend minder eruit gaan zien. De minister zegt dat het onderwerp haar volledige aandacht heeft. Maar op de vraag hoe zij de bestrijding van corona en het vaccineren op peil wil houden zonder geld, geeft zij geen antwoord. Na Prinsjesdag zal in breder verband beleid worden vormgegeven, inclusief de mogelijkheden voor financiering. En ik sta er misschien wel wat ontspannen bij, maar ik maak me serieus zorgen over deze ontwikkeling. Dit is niet goed. Het weerbericht van gisteren kunnen we eigenlijk gewoon kopiëren en plakken naar vandaag. Net als de afgelopen dagen belooft ook morgen een zonovergoten dag te worden. De temperatuur loopt wederom op tot zo'n 24 graden. Ook de dagen erna blijven nog droog en zonnig. Vanaf zondag loopt de kans op een enkele bui weer op. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 18 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan!